naam is Erika van Stralen. Welkom bij deze Pilates workout. Je mag op je buik komen liggen om te beginnen. Je hoofd zweeft een beetje boven de mat. Je armen zijn naar achteren langs je lichaam. De binnenkanten van je handen die wijzen omhoog. Breng je aandacht even naar je benen. Open ze een klein stukje. En draai de hielen iets naar elkaar toe, zodat je je billen voelt aanspannen, een heel klein beetje. En til dan een klein beetje je onderbuik naar binnen en omhoog, zodat je voelt dat je je schaambod een klein beetje in de mat kantelt. Zo bescherm je je onderrug tijdens de oefening. Adem in om voor te bereiden. En uitademend lift je je borst een beetje van de mat. En je nek en je hoofd gaan in één lijn mee. Inademend kom je weer terug. En uitademend lift je je borst en ook je armen. Duw de binnenkanten van de handen wat naar het plafond. Hou even vast. En kom weer rustig terug. Nog een keertje. Omhoog. Adem uit. En we hebben het gevoel dat je je rug helemaal lang maakt. Let op je kin. Die hou je een beetje bij. Dus je gezicht is naar de mat gericht. En weer terug. Lift nu je borst. En draai je armen zodat de binnenkanten van je handen naar de vloer wijzen. Voel je schouders bij elkaar komen. Je schouderbladen. En weer rustig terug. En nog een keer uitademen. Reik je vingers naar het voeteneind. En roteer. Open de borst. En inademen terug. En lengte in je rug, schaambod in de mat. Reik twee richtingen op. Roteer. Inademen. En uitademen. Lift. En terug. En nog een laatste. Roteer. Lift. Reik. En plaats dan je handen onder je voorhoofd. Leg je voorhoofd erop. Mooie lange benen. Blijf je onderbuik een klein beetje naar binnen en omhoog trekken. En voel dat je daarmee ook je onderrug beschermt. Dan gaan we rustig de benen sluiten. Hielen dicht. De knieën die zijn misschien ietsje uit elkaar terwijl je beide benen buigt. En weer strekt. Dan mogen de hielen weer los. Dus als je ze buigt, hielen dicht. Dat je voeten echt als één geheel bewegen met z'n twee samen. En strek weg. Let op, ga door. Buigen en strekken. En als je je benen buigt, kantel je schaambod wat meer in de mat, zodat je niet je onderrug voelt. Dus bescherm je onderrug. Door een soort tegengestelde beweging te maken. Nu buig je. En als ze gebogen zijn, ga je iets verder, iets terug, nog iets verder, iets terug en weer iets verder en terug. En dan strek je je benen weer lang. Dus, benen buigen, hielen dicht, knieën iets uit elkaar. Puls 1, terug, puls 2, terug, puls 3 en helemaal terug. En buig, hielen dicht en puls 1, ietsje terug, puls 2, ietsje terug. Puls 3, ietsje terug en strek. Keurig. Kom je op je wang liggen. En je handen, die leg je eentje op je onderrug en die andere erbovenop. Ze zijn allebei open. En je duimen die haak je als het ware in elkaar. Dus beide armen liggen met de binnenkanten omhoog naar het plafond. Je ellebogen zoveel mogelijk in de vloer, als dat lukt. Lift de benen. Hielen dicht, knieën iets open. Buig, puls 1, iets terug. 2, iets terug. 3, iets terug. Strek de benen. Strek de armen. Hou de handen op elkaar. Lift de borst. Kijk naar de mat. Lange lijn van kruin tot aan staart. Land op je andere wang. Buig je armen. Handen op je onderrug. Ellebogen naar de vloer. Buig de benen. En kick. 1, 2, en 3. Strek benen. Strek armen. Lift borst. Hou de handen vast.
Voel de schouderbladen naar elkaar toe gaan. En terug naar je mat. Ellebogen in de vloer. Buig de benen. Kick 1. Kick 2. Kick 3. En strek. Schouderbladen. Alles lang. En alles weer buigen. Armen gebogen. Benen gebogen. Kick. En bescherm je onderrug. Buik op. En 3. En strek. En lift. Rugspieren sterk. Borst open. En weer terug naar je matje. Zet je handen onder je schouders. En duw jezelf omhoog. En door naar achteren. Stretch. In child's pose. Kindhouding. Eventueel pak je je hielen vast. En maak je je rug wat ronder. En dan draaien we door naar de rug. En neem je knieën gelijk mee als je afrolt. Je hoofd ligt op de mat. En je handen liggen op je onderbenen. Net onder je knieën. En wieg een beetje van rechts naar links. Lekker schommelen. Over het bekken, over het heiligbeen. Van rechts naar links. Voel je rug zachter wordt. En wat dieper in de mat zinkt. Om en om. Rechts. En links. Lekker ritmisch. En van hieruit zijn je knieën nog steeds bij je. Rol je hoofd, nek en schouders op. Adem uit. Trek je knieën wat meer naar de borst. Maak jezelf helemaal rond en stretch jezelf. En kom dan weer terug. Hoofd weer op de mat. Doen we nog 2 keer. Adem in. Ellebogen wijd. Dan rol op. Maak jezelf rond. Het idee dat je je kruin en je staart als het ware probeert te verbinden in één grote cirkel. Kan natuurlijk niet. Maar je snapt wat ik bedoel. En weer terug naar je matje. En weer oprollen. Blijf lekker doorademen. En weer terug naar je matje. Dan rollen we nog een keertje op. En maak mooie rimpeltjes in je t-shirt. Net onder je BH-band. Of hartslagmeterband. Strek 1 been van je weg. Helemaal lang. Vanuit je heup wegstrekken en tegelijkertijd bij je houden. Je andere knie is helemaal naar je toe. En leg je hand, tegenovergestelde hand, op je scheenbeen onder je knie. En dezelfde hand op je enkel. En breng het bovenbeen wat meer naar je toe. Maak jezelf klein. En wissel. En strek het been lang. En terwijl je de benen wisselt, wissel je ook de handpositie om. Want als je je handen andersom zou hebben, dan zou je je knie een beetje naar buiten trekken. Dus tegenovergestelde hand, die ligt onder je knie. En dezelfde hand bij je enkel. En wissel. En wissel. Maak wat meer rimpeltjes in je t-shirt. Stel je hoofd, nek en schouders goed van de mat. Dus een sterk centrum. We wisselen lekker door, om en om. Waarvanuit je de bewegingen maakt. Goed voor de coördinatie ook, hè. Tegenovergestelde hand, die ligt bovenaan. Die kruist over. En de laatste, beide knieën in. En leg je hoofd weer terug op de mat. En dan kijk je zachtjes eventjes van rechts. Naar links. Eventjes. In nek. Ontspannen. En weer terug in het midden. Dan rollen we hoofd, nek en schouders weer op. Verstrengel je vingers. Plaats je handen achter je hoofd. Mooi in dat kommetje.
En strek weer één been weg, die andere knie naar binnen. Nu echt je buikspieren gebruiken en je elleboog gaat aan de binnenkant van je knie. Dus je draait echt je ribben. En wissel dat om. En adem uit. Strek alles. En adem uit. Dus in de wissel adem je in. Mooi omhoog en ingedraaid. En probeer je bovenlichaam te draaien. En niet alleen de armen naar binnen te klappen. Dus hou die ellebogen mooi wijd. Laatste twee. Voor de schuine buik. En de laatste. En kom terug naar het midden. Pak je knieholtes vast. Heb jezelf omhoog tot zit. En zet je hielen in de hoeken van de mat. Of in ieder geval aan de buitenkanten. Zodat je echt ruimte hebt. De armen gaan opzij. Strek jezelf mooi lang. En we twisten het geheel. Eigenlijk net als daarnet met de crisscross. Nu doen we de zaag. De buitenkant voet. En stretch. Je arm kan je schuin naar achter omlaag doen. Of het gevoel hebben dat je je triceps, de achterkant van je bovenarm, naar het plafond richt. Kom weer op. En roteer. En roteer echt alleen vanuit je taille. En niet doordat je je heup meeschuift. Als je nu zou gaan draaien en je duwt dat been weg. En dan komt deze voet wat dichterbij. Het is natuurlijk makkelijker om erbij te komen. Dus focus je niet te veel op de voet aan willen raken met je hand. Maar meer om echt onafhankelijk van je bekken de bovenkant draaien. Adem uit en stretch. En op. En twist. Dus hou je heupen helemaal stil. En dat zou je goed kunnen moeten voelen als je daar echt op focust. En kom weer terug naar het midden. En dan mag je op je zij komen liggen. Helemaal gestrekt. Dus lange benen in het verlengde van je lichaam. En een lange arm. Ook in het verlengde van je lichaam. En die onderste arm mag je eventueel ook buigen. En dan ligt waarschijnlijk je nek wat meer mooi in lijn met de rest van je ruggengraat. Ja, de hand ligt bovenop je bovenste been, gestrekt. Lift dan beide benen. En laat ze weer zinken. Adem uit. En ook hier ondersteuning vanuit je centrum van je lichaam. En weer terug inademen. En uit. Lift. En terug. En nog één keertje. En hou de benen dan gelift. Bovenste arm, bovenste been. Ze gaan omhoog. Breng je been iets naar achteren en je arm iets naar voren. Breng alles weer terug. En laat weer zinken. Doen we nog twee keer. Hiel aan hiel. Benen zijn gelift. En lift bovenste arm en bovenste been iets verder. Been naar achteren, arm naar voren. Je balans uitdagen. Terug. En laat weer zinken. Laatste keer. Beide benen zijn gelift. Bovenste arm, bovenste been. Arm naar voren, been naar achteren. Rijk over de diagonaal. Alles terug naar die ster. En laat weer zinken. Andere zijde. Dus rol even over. Lange benen in het verlengde van je lichaam. Twee ogen. Kijken recht vooruit. Hand op je bovenste been. Lift beide benen. En terug. En vanuit het centrum van je lichaam komen die benen omhoog. Voel je taille iets korter wordt aan de bovenkant. En het daagt ook je balans uit. En lift en hou bovenin. Maak een ster. Balans, arm naar voren, been naar achteren. Houd het onderste been zo stil mogelijk. Alles terug. En laat weer zinken. Twee keer nog. Hiel aan hiel begin je. Beide benen gelift. Hou je balans. Lift.
Rijk, benen achter, arm naar voren. Woehoe. En terug. En zinken. Laatste keer. Op. Onderste been ook tillen. Rijk. Buiken sterk. Terug. En laat alles weer helemaal zinken.